korte werk, zogenoemde short game, is een heel belangrijk onderdeel van het spel. Samen met putten, chips, pitches, lobshots, bunkershots, alle slagen om de green heen is ongeveer 65% van het spel. En de vraag is, wanneer heeft u voor de laatste keer een les in gehad? Ja, niet eigenwijs. En de ego, ja, vergeet dat nu. Maar neem een afspraak met uw golfleren en ga heel even door de basistechniek. En samenvatting van de basis en een beetje oefenen maakt de voorbereiding voor 2011 veel beter. En de short game is belangrijk. Wat vind je van Tiger Woods, Phil Mickelson en Severiano Ballesteros? Er zijn drie spelers die zijn wereldklasse met de short game. Iedereen denkt dat voor Tiger, ja, de bal die gaat 350 meter is belangrijk. Maar nee, kijk op YouTube dat filmpje Tiger Zone. Tiger geeft een aantal dingen weg, geheimen, en dat zegt hij niet veel hoor, over de short game. Ik ga zo even uitleggen de chip put techniek, de pitch en dan de lob techniek. En daarna een aantal spelletjes wat u kunt spelen om uw verbetering van je korte werk zo snel mogelijk te maken. Het is heel interessant, het is heel eenvoudig, kost een klein beetje tijd. Gaat u even mee? De chip techniek, of zoveel de chip put techniek. Mijn golfbal ligt een meter of 4-5 buiten de green en de vlag ligt een meter of 20 op de green. Ik wil een balvlucht die gaat de lucht in, op de green gaat landen en doorrolt richting naar de hole toe. Ik noem dat de chip techniek of de chip put techniek. Ik chip met mijn ijzer 7 en ik gebruik gewoon mijn putter grip, putter stance. En ik doe eigenlijk alles hetzelfde als met mijn putter. En de hellingshoek op de club bepaalt de hoogte. Kijk, de bal gaat op de green landen en rolt door. Pitching, ja. Yeah. Dan hebben we het over een balvlucht die hoger vliegt en weinig doorrolt. Het begint ongeveer op 50% balvlucht door de lucht en ongeveer 50% van de rol van de bal op de green. Kan je pitching wedge gebruiken of een sand wedge gebruiken of een lob wedge. Mijn voorkeur is meer een sand wedge of een 60 graden lob wedge en dan krijg je wat meer hoogte van de bal. Ik heb nu mijn 60 graden lob wedge en dan ga ik nu met de standard pitch shot doen. Balpositie is voorwaarts in de stand. Pak de club gewoon vast. Klein beetje gewicht op de voorste been. En dat blijft zo in de hele swing. De backswing en de forward swing. Polsen knik. En de forward zwaai. Ik rotate alleen met de lichaam. Wat je ziet heel veel mensen doen is dit. En dat heeft niks te maken dat mensen gebruiken te veel polsen. Maar mensen gebruiken het bovenlichaam niet. Knik, rotate en vasthouden. En gebruik de hellingshoek van de club. Kijkt u even. U heeft de chip en de pitch techniek gezien, maar nu de lob shot. En om een wat verwarrende situatie te voorkomen, ik ga uitleggen wat de lob shot is. Dat lob shot is met een club met veel hellingshoek, 58 graden, 60 graden. We gaan de club laten openzetten. En wat gaat gebeuren als je de club laat openzet? De bal gaat niet heel veel naar rechts, de bal gaat eigenlijk rechtdoor, maar gaat heel hoog en stopt heel snel. Ideale situatie is een shot hier over de bunker, waar de vlag is net achter de bunker op de green. De bal moet heel hoog en moet heel snel stoppen. De lob shot. Je moet wel wat oefenen, maar eerst begrijp een aantal dingen. De balpositie is voorwaarts in de stand. Het lichaam is parallel opgelijnd, maar het clubblad is open, ongeveer 45 graden. Club vasthouden, gewicht op beide benen. En het feit dat de clubblad 45 graden open is, verwacht niet dat de bal gaat 45 graden naar rechts. De bal vliegt eigenlijk rechtdoor, hoog, stopt heel snel en misschien een klein beetje spin naar rechts. Kijkt u even. De lobshot.